en 193. Ik had even op die lijst nog gekeken bij jou. Ja. Dat klopt toch? Ja, 193. Alles? Alles! Wat is er precies mis met de fiets? Ja, volgens mij hebben ze wat rugnummers en kaderplaatjes verwisseld. Dat is onhandig, dus als jij wint dan ben je straks Bram Tanking. Ja, dan heb ik Bram begonnen. Ja. Nee, ik heb hem 7 jaar geleden ooit gereden. En Kassen die zeggen ook ja, Kassen Kroon die zeggen ook ja tegenbij. Oh jongen, echte renners rijden tot in Lombardije. Dus dit jaar zeg ik tegen hem, hey, Kassen wel, echte renners rijden tot in Lombardije. Echte renners strijden tot in Lombardije. Een van die echte renners is Oliver Zauk. Hij wint. Bauke Mollema, de Rabo-favoriet, heeft pech onderweg. En Barredo wordt de beste Rabo met een 23e plek. Steven Kruiswijk eindigt in dezelfde groep als 29e. Ja, lastige koers. Hele mooie koers, maar echt super zwaar. Zeker het einde van het seizoen. Maar ja, zwaar. Ze zeggen altijd dat dit een hele eerlijke koers is, de koers van de vallende bladeren. Was dat vandaag ook weer zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de sterkste gewoon de finale overblijven. En dan, dan maakt zelf wel de schifting. Dus zeker een eerlijke koers. Voor Pieter Wening was het een extra bijzondere rit. Zijn laatste in het shirt van de Rabo-equipe. Ja, uiteindelijk tot aan de Gisallo zat ik nog wel redelijk. Alleen Bauke kreeg van tevoren pech. Ik heb even op hem gewacht en ja, daardoor kom ik eigenlijk niet super uit bij de Gisallo, zeg maar. Maar ja, ik voel het op het einde ook wel, dus een lastige wedstrijd. Ik ga even douchen, ik moet over 1,5 uur al op vliegveld zijn. Dus. Hey, wel thuis en dankjewel. Dankjewel. En zo, met de klanken van het Zwitserse volkslied van de winnaar, eindigt de koers van de vallende bladeren. En daarmee het wielerseizoen 2011.